Dit is de Barrel Aged Reaver van Bols. Hij heeft 18 maanden op eikenhouten vaten gelegen en lijkt gepolijst, maar hij heeft een complex en ontembaar hart. Hij is daarom perfect voor mijn eerste gast, Benjamin Herman. Ik ben al dronken. Benjamin won wat Edisons en onze best geklede mannenverkiezing. Ja, ik ben 50. Ik ga niet over mijn hele leven lang nee tegen alles zeggen. Als saxofonist en frontman van zijn eigen jazzformatie New Cool Collective reist hij de wereld rond. Maar vandaag zit hij bij mij aan de bar. Mijn naam is Gunnar Bronckhorst en dit is Komt een Man in de Bar. Een barrel aged? Heb je dit ooit gedronken? Nee, ik heb nooit gedronken. Toch gek van een alcoholist als jij. Vroeger zou ik dit gewoon in één keer achterover hebben geklapt. Duke Ellington zei, you've got to have a little something on your breath. Oké, dus gewoon constant onder invloed is oké. Ja, maar het is wel fijn als je optreedt om iets te drinken bij het eten of voor het optreden of tijdens het optreden iets op het podium te hebben staan. Maar ik heb wel genoeg geëxperimenteerd met grotere hoeveelheden. En dat werkt toch op de lange duur tegen je. Maar je hebt dan niet ooit kotsend op het podium gestaan of zo? Ik niet. Je kent ze. Ja. Ik heb genoeg vrienden die dat wel hebben mee. En daarna weer de saxofoon schoonspoelen? Of hoe moet je dat voorstellen? Er zijn allemaal verhalen over. En mensen die in een beker kotsen van een saxofoon. Nee! Gaat die anders klinken? Dat neem ik aan van wel. Ja. Het valt me echt op. Ik ken weinig muzikanten die zo bizar veel spelen als jij. Want ook bijna elke avond nog op het land in. Ja, gisteren in Middelburg was het? Gisteren Middelburg, zaterdag Tilburg, donderdag weet ik niet meer. Volgende week Nijmegen, Venlo, Maastricht. Jezus. Zie je vrouw überhaupt wel eens? Ja, vanavond. Eindelijk, ja. Finally. Is zij daar ook blij mee? Of, ja. Toch wel? Die wil niet, als we elkaar te vaak zien, is ook niet goed. Dus dat hoe we een huwelijk moeten redden? Ja. Elkaar niet te vaak zien? Niet gaan samenwonen en niet... Jullie wonen nog niet samen? Nee. Dat is ook de reden dat jullie geen kinderen hebben? Nee, dat heeft een andere reden. We hadden allebei niet echt een kinderwens. En op een gegeven moment was het te laat eigenlijk. Daar komt het op neer. Ben je eigenlijk getrouwd met haar? Ja. Dus dat dan wel weer... voelt dat? Heel fijn. Want hoe heb je haar gevraagd? In heel cliché op een brug in Parijs. Moest zuilen? Ik moest zuilen. Oh, ik moest heel erg jong, ja. Wil je nog een shotje of? Nee, ik ben oké. Okay. Geloof je het al? Nee, ik was helemaal geëmotioneerd erdoor. Hoezo dan? Omdat ik wist dat zij de enige was voor mij voor de rest van mijn leven. Wat is de eigenschap die je het meest waardeert in een vrouw? Ja, hetzelfde als bij elk mens. Dus dat iemand dingen van meerdere kanten kan zien. Dus niet te snel een oordeel heeft. Ik vind het fijn om met mensen om te gaan die enthousiast zijn over bepaalde dingen en waar je energie van krijgt. Ben je Joods? Ja. Mijn vader was rabbijn. Daar heb je het preken van gekregen. Ja, daar heb ik wel wat van meegekregen. hoeveel platen heb je nu uit? Volgens mij komt nu de 20ste eraan. En dat is 20 solo of inclusief New Cool? Nee, dat zijn solo platen en dan met New Cool hebben er ook 19 of 20 nu uitgebracht. Nou heb ik daarnaast ook nog met heel veel mensen opgenomen en samengewerkt. Ik speel wel elke dag saxofoon. Elke dag? In principe al wel. Al sinds je? Sinds mijn 12e. Naarmate ik ouder word, dan vind ik het ook steeds belangrijker. En daarom doe ik ook rustiger aan, weet je, om te zorgen dat de optredens... Dat je fysiek goed blijft. Ja, en dat ik er niet... Zoals vroeger een beetje rond aan het struinen ben op het podium, zonder dat ik weet welke kant het publiek staat. Die dagen zijn wel voorbij, dat ik daar de grenzen op zoek, zeg maar. Ja. Want is het een makkelijk bestaan in Nederland? Kun je ruim wonen hiervan? Kun je hier ruim van leven? Ruim is het niet, maar ik kan er wel van leven. En dat is op zich al bijzonder in de muziek. Dus daar ben ik wel trots op. Wil je hem even een shot dat ik hem at? Ik wil er nog een. Dus junks die houden ervan op die bootjes hier in de gracht te slapen. Ik voelde er laatst nog een op mijn boot. Wat deed je op die boot? Dat is mijn boot. Oh. Ja, dat vroeg die junkie zich dus ook af. Wat doe je op een boot? Het is niet een hobby die in de koude kleren gaat zitten. Nee, toch niet? Nee, ja. En als je er eenmaal aan zit, dan is het ook echt...
Heb je wel eens geprobeerd? Nee, toch? Nee, heb ik nooit geprobeerd. Hoe ver ben je gegaan? Nou, er komt wel af en toe wat langs. En niet per se in muzikantenkringen, maar ook in mijn vriendenkring. Ja, ik ben 50. Ik ga niet over mijn hele leven lang nee tegen alles zeggen. Ik moet ook een beetje leven. Ja, nee, dat is zeker waar. Ik ben helemaal niet tegen drugs. Ik vind alleen dat je moet uitkijken met de frequentie en de hoeveelheid. Want als je in een gesprek bent met iemand die alleen maar rookt de hele tijd, ja, dat is voor niemand leuk. Dat is voor de persoon zelf ook niet leuk. Maar heb je nog... Ja, meer bier. Meer bier. Ik ben al dronken. Andere glassen. Oh ja, natuurlijk allemaal glas. Zal ik even kijken of ik nog saxofoon kan spelen met drie kop? Nou, wat ik nog zou willen vragen, ja. Je zegt, ik ben heel erg modern tegenwoordig. Zou je nu bijvoorbeeld op Tinder kunnen staan? Ik? Ja? Ja? Tinder is voor mensen die... Ja, nee, maar als jij nu jonger zou zijn, zou je dat leuk vinden? Zou je dan denken van, oh yes, gewoon swipe away? Ik weet het niet. Ik ben... een waardeloze vrijgezel. En ik heb een waardeloos biertje ingeschonken. Het is je vergeven. Yes, gelukkig. Maar ik ben een waardeloos vrijgezel. Ik ben een waardeloze one night stand. Dat heb ik een paar keer geprobeerd in mijn leven. En het mislukte altijd. Ja, het was gewoon geen reet aan. Terecht ook. En dus wat Tinder betreft. Ik heb wel vrienden die dat doen en hebben gedaan. Ik hoor graag de verhalen aan, maar om het nou zelf te doen, weet ik niet. Wat me trouwens opvalt aan jouw stijl is, je kleed je echt met plezier. Ja. Maar het is niet zo van, oh, kijk mij eens lopen of zo. Whatever. Het is gewoon, ik vind het leuk om mooie kleren aan te doen. Dat klopt. Ik vind, en het is ook heel belangrijk voor mij. Hoezo dan? Ik voel me beter, weet je. Ik heb het hele weekend gespeeld. En het is laat geworden en dan kom ik thuis en dan neem ik nog een drankje en dan de volgende dag krakkemikkig wakker en zo. Maar als ik dan een stropdas aantrek en mijn schoenen zijn gepoetst, dan gebeurt er iets met mij waardoor ik me beter voel. En dan loop ik rechtop en dan is alles weer oké. Okay. Ben je dagelijks bezig met gentleman zijn of heb je zoiets van dat zit gewoon niet en forget about it? Naarmate ik ouder word, vind ik het wel heel fijn dat het dan... Het gaat me makkelijker af. Mm. Weet je, ik ben niet bezig met... zozeer met waar anderen mee bezig zijn. Ik maak me minder druk om... En ik probeer gewoon zelf een aardig persoon te zijn. En productief te zijn. Dat vind ik belangrijk. Wat een levensles. Ja. Hoe zit het met de buren eigenlijk hier? Vinden jullie dat oké? Okay? Don't worry about them. Mag ik eens proberen? Of is dat, hij stinkt wel naar drank. 1, 2, 3. En hoe doe je... Die kop van jou. Ja, nee. Moet ik iets indrukken? Ja, je moet het rietje laten trillen. Ja, heel goed. Hij gaat omvallen. Proost. Dankjewel. Mm-hmm.